Kasteel Bentheim is een indrukwekkend gebouw uit de 11e eeuw dat volledig is opgetrokken uit lokale zandsteen, het Bentheimer goud. Zowel toen als nu is het kasteel eigendom van de koninklijke familie van Bentheim-Steinfurt. Typerend voor Bentheim zijn ook de met precisie geplaatste muren zonder voegwerk, bekleed met het muurleeuwenbekje, de talloze huisplinten en stenen gevels en muurbanden, evenals de deurlatijen en deurkozijnen. Niet te vergeten en niet te missen, de trappen en het kasteel. Bentheimer zandsteen is een duurzaam, makkelijk te verwerken materiaal. Het is niet verwonderlijk dat ook andere prachtige en eenvoudige gebouwen van zandsteen zijn gemaakt. Zoals het Koninklijk Paleis in Amsterdam en de toren van de Martinikerk in Groningen. Bentheimer Sandstein werd zelfs gevraagd toen het Berlijnse Stadspaleis werd herbouwd. De kompels waren belangrijke, maar nauwelijks gewaardeerde mannen die de zandsteen in de groeven kapten. Met hun weeksalaris konden ze het gezin amper onderhouden. De kwartstof die vrijkwam als de stenen werden gekapt, gaf ze de kuulpiep, ook bekend als silicose. Zelfs vandaag de dag wordt zandsteen nog steeds gedolven, zij het onder de modernste omstandigheden, in de enige actieve steengroeven in Gildehaus. Aan de voet van de Funkenstiege ligt het kleine zandsteenmuseum, waar ze alles weten over zandsteen. Hoe deze meer dan 125 miljoen jaar geleden ontstond, hoe moeilijk en vermoeiend mijnbouw was en is. Ook is er informatie over afzetgebieden en transport letterlijk over de hele wereld. Het Zandsteenmuseum is een bezoek waard.